welkom bij Meerbeek Caravans en Campers in Doetinchem. Wij hebben al meer dan 40 jaar een fantastisch caravan- en camperbedrijf in Doetinchem. Vandaag willen we een hele mooie camper gaan toelichten. Het nieuwste uit Isny. Ja, dat is heel mooi. Loop achter mij aan. Ik wijs u aan waar die staat. Mijn naam is Gerrit-Jan Meerbeek. We hebben hier allerlei campers staan. Kijk maar zo waar het allemaal staat. Het zijn allemaal hele mooie campers. Maar er is op dit moment één echt hele grote vernieuwing. Echt een noviteit. Hier staat een mooie zwarte cabine. 150 pk bijvoorbeeld. Maar het is dus de Dethleffs Pulse T7051EB. Nummer 1 in vernieuwing is het lichtconcept. Het lichtconcept kent namelijk 4 verschillende invalshoeken. Die kunt u hier zien. Allereerst is er een lichtconcept gemaakt op de vloer. U ziet een lichtconcept in de daklijn. En u ziet een lichtconcept in de wand. En u ziet een lichtconcept met spotjes voor de directe verlichting naar bijvoorbeeld het lezen toe. Het zijn dus 4 lichtconcepten die echt uniek nu voor het eerst zo gemaakt worden in de nieuwe Dethleffs Pulse modellen uit het modellenjaar 2019. Hier ziet u gelijk ook de meest populaire plattegrond. De plattegrond met de 2 enkele bedden, maar dat niet alleen, ook met het gescheiden toilet en douche. Ik doe even de deur dicht en u ziet aan deze zijde ziet u de toiletruimte. Er zit ook een combicassettenrollo in, ook weer al die verlichting. En de andere zijde is dus de douchecabine of eventueel een kledingkast. Dat kan ook, je kunt hier ook kleding ophangen, dat is ook mogelijk. Dat gaat dus met een gescheiden deur. En als ik de deur weer open doe, kom ik terug in het zitgedeelte. En in het zitgedeelte zit Mark die meer kan vertellen over de binnenkant. Ja, dit is dus die vernieuwde Pulse van Dethleffs. De Pulse is eigenlijk helemaal ontworpen op lichtconcept en ruimtebeleving. In toch een niet al te grote buiten, maar heel veel binnenruimte. Hier zitten we bij die voorzit. 2 mooie pilotenstoelen. Die zijn voor en achter in de hoogte verstelbaar. De diepte is verstelbaar. Hij is ook standaard uitgevoerd met een L-bank. Waardoor je dus hier lekker op kunt zitten. Ook even de benen erop kunt leggen. Dat je dus comfortabel kunt zitten. Je kunt mooi wegschuiven. Nog om te bouwen als een bedunit. Daar zien we nog een 5e bankje zelfs. Dus dat je hier nog extra plaats hebt. Met ook alweer bergruimte. Zelfs nog een laadje ingemaakt. En dan komen we hier aan bij die mooie cabine. Dit is die nieuwe Fiat Euro 6 Plus, zeg maar. Het allernieuwste van Fiat. Die is uitgerust. Dit is een uitrusting met 150 pk automaat. Dat is eigenlijk het beste koppel voor deze wagen. Dan heb je namelijk een enorm trekvermogen met een comfortabele automaat. Uiteraard voorzien van een cruise control, dubbel airbags erin. Volledig automatische airco zit erin. Standaard is die voorzien van de PC-cassettes voor de ramen, waardoor je de boel makkelijk kunt verduisteren. En wat ook opvalt als we iets naar boven kijken, is de mooie grote dakluik wat erin zit. En wat ik daar heel leuk vind om te zien, als je dus vanaf hier kijkt naar het dakluik, en je zou met de camera helemaal achterover gaan, dan zie je de hele lichtbaan doorlopen. Het is net of je in een vliegtuig zit eigenlijk. Draai maar eens even meer naar achteren. Vliegtuig, moet je dit zien. Dit lijkt toch ook op vliegtuig, hè? Ja, heel Het zijn nieuwe kasten, die dus gemaakt zijn met heel veel opbergruimte. Mooie vakverdeling erin. Maar als je ze inklapt, is het net als in het vliegtuig. Je houdt de maximale ruimte over aan de binnenkant voor de leefruimte. Mooi hè? Ook die kleuren weer hout en grijs. Dus dat loopt heel mooi door naar achteren toe. Nou, wat dan hier opvalt boven de deur, hier zit het typische Dethleffs instrumentenpaneel. Dat is een paneel met een hoofdzakelaar aan en uit. We kunnen hier op een hele mooie manier de condities van de accu's kunnen we zien. Bij de accu's die erin zitten. Temperatuur kunnen we zien op een makkelijke manier. Waterniveau kunnen we hier zien. Schoonwatertank, vuilwatertank. Leuk klokje zit erin. En dit is de nieuwe bediening voor de kachel. Die is tegenwoordig, dat is die Truma combiketel die erin zit. Is ook e-net ready, dus ook met een smartphone te sturen eventueel. Hier kun je de verwarming aanzetten, de boiler aanzetten op een hele mooie, makkelijke manier. Lichtconcept is ook doorgetrokken tot hier in de handvaten zelfs. Televisiesteun is standaard, televisievoorbereiding zit erin. Hier is nog een mooie grote lade die eigenlijk onder de koelkast weggebouwd is. Ook veel bergruimte wat hierin zit, dus efficiënt benut. En een standaard voorzien van eigenlijk wat in dit soort type camper is, de allergrootste koelkast, 160 liter. De koelkast van Dometic. En wat ook heel leuk is om te zien, even een automatische energiekeuze. Als ik op het aardje druk, doet hij het helemaal zelf. Dus of je dan 230 volt hebt, of 12 volt hebt, of gas hebt, functioneert gewoon altijd. Ik zie al bij de keuken staan, Geet. Dan kun je ons wat van de keuken vertellen? Keuken met veel werkruimte. Dat komt door deze L-vorm. Weer mooie grijze vlakken. De gaspitten, er zijn er natuurlijk weer in totaal 3. Je hebt geen lucifers nodig, allemaal vanzelf gaat dit zo. Mooi raampje om naar buiten te kijken. Die raampjes hebben allemaal combicassettenrollo's. Zit er ook allemaal in. Dus het zit hor in en verduisterd. Mooi met z'n plezier. Indrukwekkend naast dat lichtconcept is toch met name ook wel het nieuwe kastconcept. De MaxiFlex, die dus veel oplegruimte garandeert. En aan de andere kant ook heel veel leefruimte garandeert. We hebben al wat gezien van de binnenkant van deze camper. We gaan even verder naar de buitenkant. Nou, wat leuk is om te zien, hier is natuurlijk een mooie verlaagde instap in. Maar ook nog een extra opstap, wat elektronisch in en uitgeschoven kan worden. Heel comfortabel in en uitstappen. En een mooie brede deur. De deur dus makkelijk in en uit kunt stappen. Makkelijk meer en die is ook voorzien van een hordeur. En deze deur is ook voorzien van een automatische sluiting. Dicht doen. En ik zal met de sleutel afsluiten, is de deur ook dicht. Gaat er dus één draai, gaat het eigenlijk mee. Nou, wat hier aan opvalt, daar zit onder andere deze model met een GT-pakket. Daar vertel ik daar ook wat meer van. Dan wordt het uiteindelijk heel luxe afgewerkt. De enorme garagedeuren die erin zitten. Dit is een model met twee van die deuren. Sluit werkelijk als een kluisdeur. Je kunt ze op een hele makkelijke manier kunnen fietsen meenemen. Hier zit die grote garage in. Mooie ledverlichting zit erin. Dat is voor de bedombouw voor. Dus het is een volwaardige vierpersoons camper is dit. En wat ik zelf leuk vind om te zien, als je nou naar deze camper kijkt, je kijkt naar die achterkant van die Dethleffs Pulse GT, hè? Ja, ik wil het even laten zien. Ik wijs het even aan. Dit is eigenlijk zo, ik ga even op de stoel staan. Die hier gaat het om. Dit is eigenlijk een heel sexy kontje. Dat ziet er gewoon leuk uit. Dit ruitje, zeg maar, bij vele campers is het vierkant. Deze is mooi afgeschuild. Daarmee is die totale indruk zo sportief, waar dit merk ook voor staat, de Dethleffs camper. Ik ga voorzichtig even de stoel af. Je ziet de bumper mooi naadloos aansluiten hier. Design achterlichten erin. Nou, kortom eigenlijk te veel om op te noemen. Maar ik wil toch even wat vertellen ook van deze zijde. We zien dus die mooie aluminium velgen hebben we gezien. Die brede deur hebben we gezien. Die zwarte metallieke cabine wat mijn broer verteld heeft. Maar ook mooi is om te zien die mooie robuuste cappuccino die erop zit. Dat geeft namelijk die binnenruimte weer. Hij is ook in de bestikkering mooi meegenomen. Dit noemen ze een GT pakket zwart, zeg maar. En dat is eigenlijk een heel luxe pakket waar ik heel veel accessoires van vat. Nou, wij van Meerbeek vinden dat de kunst om deze camper toch eigenlijk zo gunstig mogelijk aan te bieden. Dit is een model dus catalogusprijs, de 150 pk motor als upgrade, de volledige automaat, het GT pakket. We hebben er nog een paar extra's bij gedaan, want we gaan hem afmonteren met de luif die erop zit in de maximale maat. Dat is er eentje uit de 5000 serie van Thule is dat, met een speciale montageset. Je krijgt er een volautomatische schotel van Oyster bij, inclusief een televisie met voorbereiding met een ingebouwde receiver. En natuurlijk een gas-narcose propaan-alarm. En dan zou zo'n camper normaal op een nieuwprijs komen van €152. Wij van Meerbeek kunnen deze onder de 90 aanbieden. Dan heb je dus een instapvoordeel van 61,5. En dan kom je op 89,995. Helemaal al in. Met de mattenset erbij, brandstoftank vol, compleet afgeleverd. En dan heb je het allernieuwste dat op dit moment eigenlijk op de markt wordt geboden door een enorme goede fabrikant, Dethleffs uit Isny. Ik nodig u uit dit mooie model in Doetinchem te komen bekijken. We hebben er nog veel meer staan, maar die 7051EB, dus met die toiletruimte en douche tegenover elkaar, aparte bedden achterin. En natuurlijk niet te vergeten de volledig vlakke vloer die erin zit, hè? Waardoor je dus geen opstaprandjes meer in die camper hebt. De unieke wagen. Wil je wat meer informatie? Kijk even op onze website www.meerbeek.nl. Dan zie je dat de beste indeling met het totaal nieuwe lichtconcept, met dat nieuwe kastconcept en met die vlakke vloer gewoon leverbaar is voor een prijs minder als €90.000. Dat is uniek in de Nederlandse kampeerautomarkt. Welkom bij Meerbeek in Doetinchem. Tot ziens!